Bas, je gaat met pensioen. Ik ben vandaag voor het eerst officieel met pensioen. Ik doe vanaf nu geen moer meer. Ik ga lekker op de bank morgenmiddag leggen om 4 uur op België. Heb je altijd een goede film. Daarna lekker een goed boek en dan gaat zij lekker koken. Waar toch die keuze om te stoppen nu, David? Nou, ik word dag in september 79 jaar. Ik vind het mooi genoeg geweest. Ik heb het tot nog toe lekker kunnen doen allemaal. En ik heb gezegd, ik blijf werken als ze om me lachen. Maar ik wil niet uitgelachen worden. En aangezien ik 1 december 2 afscheidsvoorstellingen gaf die uitverkocht waren in België met mijn kindershow, hebben ze gelachen. En afgelopen zaterdag stond ik in de Sugar Party op het Leidseplein. En er gingen 700 man uit het dak. En ik denk, wat ben ik een gelukkig mens. Maar jij bent toch helemaal geen mens die rustig op de bank kan gaan liggen en niks doen? Ja, met mijn iPad een beetje schrijven. Ik heb wel een paar hier leuke ideeën voor. Ik schrijf een kinderboek. Ik schrijf veel kinderverhalen. En ik schrijf voor 2 websites. En ik ben een boek over mijn leven aan het schrijven. En ik ben een krimi aan het schrijven. En die speelt zich af in de televisiewereld, circuswereld en theaterwereld. Hoe heeft Aad gereageerd op je besluit? Hij zegt, klootzak, had je wel eerder moeten doen. Ja. Ga je nu ook in Spanje of blijf je lekker in Nederland? Nee, ja, wat we wel gaan doen, maar we verkopen veel reizen. Veel reizen. We gaan een tocht maken langs de Donau. Met vrienden van ons op een Rijnaak. Die hebben cruiseschip op een Rijnaak. En dan gaan we een week in de Oostenrijk. Nou, nu gaan we naar al die plekjes toe die zo mooi waren, maar waar we gewerkt hebben en waar we nooit tijd voor hadden om het te bekijken. Genieten dus. Genieten. Veel plezier. Oké, hij is fijn.